Je eigen wijkcentrum runnen. Wie wil dat nou niet? De gemeente speelt met dit idee voor het nieuwe landgoed. Het centrum aan de N224 tussen Veldhuizen en Kernhem. Nou, wij denken dat als de bewoners zelf betrokken zijn bij dat wijkcentrum, dat ook de betrokkenheid vanuit de hele buurt versterkt wordt. En dat ja, de mensen uit de wijk natuurlijk zelf het beste weten waar behoefte aan is en wat men graag in dat buurtcentrum wil doen. Binnen zo'n ruimte is er een scala aan mogelijkheden. Nou ja, van alles en nog wat. We gaan daarin voorzien in verschillende ruimtes waar vanuit de wijk allerlei initiatieven kunnen worden ontplooid. Nou, bijvoorbeeld iemand die daar workshops wil geven met koken of taarten maken, ik noem maar wat. Of iemand die daar danslessen wil geven. Of iemand die daar computercursus wil geven. Of gewoon eens een keer een vergadering wil houden. Dus heel veel mogelijkheden waar je die zalen voor zou kunnen benutten. En we willen graag een mogelijkheid bijvoorbeeld om ZZP'ers aan het werk te laten met elkaar in dat buurtcentrum en elkaar te laten ontmoeten. Dus een brede ontmoetingsfunctie voor de hele buurt. En wie interesse heeft, kan zich opgeven bij de gemeente Ede. Nou, ik denk dat het goed is om dat te doen bij de wijkcoördinator. Dat is Robert van Reenen. Nou, zijn gegevens zijn op onze website van de gemeente Ede te vinden. Die gaat aan de slag om mensen te vinden. Dus iedereen die graag wil, kan zich aanmelden. Mag ook bij mij, maar graag.